Oké, mensen. Zoals misschien jullie wel weten, ben ik op zoek naar een parodie. Of tenminste ben ik met een parodie. Maar de parodie die kan ik gewoon niet vinden. Dus, of tenminste niet maken. Toen heb ik een tip gekregen van iemand dat ik ben nu ergens in een huis. Dat in dit huis, dat daar een parodie ligt. Ik heb een sms'je gekregen. De telefoon ligt enthousiast. Inmiddels heb ik even aangetrokken en heb ik even opgehangen. Maar in dit huis ligt dus een parodie. Er stond waar een vijver zit, heb je een sleutel. En in de kist heb je de schat. Dus waar de vijver is, zit de sleutel. Nou, ik heb gezocht en in deze achtertuin die hier achter is, is geen de vijver. Dus ik begreep niet echt wat ze daarmee bedoelden. Dus ik ga nu eventjes hier gaan zoeken. Maar ik heb het hele huis al doorgezocht. Ik heb nog niks gevonden, dus ik ga nu even naar het zolderkamertje. Het lijkt precies op mijn eigen zolder. Hier is iets meer aan de hand geweest. Kijk, ik weet niet wat hier is gebeurd. Maar, een installatie, een explosie, ik weet het niet. Het ligt hier allemaal. Dus heeft de elektriciteit uitgeprobeerd, die werkt ook niet meer. Knopje werkt niet meer. Dus ik heb hier wel iets anders gevonden. Een schilderij. Ik zie hier allemaal waterlelies. Ik zie hier een schilderij vol waterlelies. Ik zocht nog een vijver. Sleutel op moet. En de schat zat in een houten kist. Wat is dat? Een lampje? Nee, zo. Wat is dat? Een elektriciteitsknopje. Maar het licht doet niet. Zeker, jongens. Kijk, hier staat schilderij. Daaronder staat een rieten mand. Op de rieten mand zit een ketting. Dus ik ga even kijken wat het is, de ketting. Ik heb even hier het lampje op. Wat ga je aan de kant? Stoelig. Nee, maar licht. Met een slot. Even kijken. Proberen.
Oké. Het slot is open. Het slot kan open. Eindelijk.